Yes, dames en jongens en meisjes, daar zijn we weer bij Metro Prime. En daar is het schip. Het gecrashte schip. En daar gaan we naartoe. En dan gaan we lekker even een frisse duik nemen. Ik heb hier al een Missile Expansion gespot. Die pakken we even. Want dat maakt ons leven beter. En dan kan je, als het goed is, hier ergens kan je naar boven. Juist, kijk eens. En dan kunnen we het schip betreden. Er ligt hier nog een pirate te creperen. Ja, je hebt een kut leven, hè? Nou, vooruit dan maar. Oh, what the fuck. Leek net alsof zijn eigen mattie doodschoot. Dat is niet hoe je het moet doen, goos. Goed, we hebben een goede daad verricht. Space pirates uit hun lijden verlossen. Yes, oké, cool. Gaan we even spasmagen in een gecrashed schip. Ja, je kan het, je kan het. Goed. Kijk eens even. Je moet het déjà vu gehalte erg hoog maken. Hoe die spannende muziek opkomen. Ik kan me herinneren dat je hier de thermal visor wel voor nodig hebt. Maar mooi dat je, dat je die rook ook echt in de warmte ziet. Heel mooi. Ja, dit is best wel een tof gedeelte van het spel. Heel een beetje spooky-achtig. Kijk, oude vertrouwde deuren. Die dingen weer, onze grote matties. Nu zijn we alleen iets sterker. Oké, cool. Nou, dan kunnen we er hier niet door. Omdat de stroom weg is. Niet zo gek bij een neergestort schip. Maar goed, we weten lang hoe we dat moeten oplossen natuurlijk. En dan kunnen we wel langs. Op T. Oké, een nieuwe vijand. Mini Krabbies. Nou, we gaan gewoon doorheen boosten. Op T. Kikte super mooie muziek in. Hoor dan safe view. Is toch mooi? Is toch prachtig? Ook hier moeten we de stroom terug gaan brengen. Er zitten ook pirates hier. Aqua pirates. Die ja, hebben gravity suit technology. Het beste om hier te doen is om je thermal altijd aan te hebben, zodat je ze makkelijk kan zien. Maar ze zijn niet echt heel moeilijk. Dat ze gewoon normaal lokken. Oh, ze zijn wel, hoe noem je dat? Defensief. Ze rennen gewoon weg. Oh. Ze zijn eigenlijk gewoon van die vliegende pirates. Alleen dan onder de water. Nou, dat was dat. Hey, kijk, die zijn nieuw. Ze geeft ze 10 missiles volgens mij. Ja. Nice. Gaan we even de stroom hier terugbrengen. Kijk, wat kan ik hier omhoog? Dus, super mooie muziek. Ik denk dat Metro Prime wel een van de mooiste soundtracks heeft qua games.
vooral in mijn genre. Ik hou heel erg van ambient muziek, dus ik vind dit soort muziek echt prachtig. Ik ben minder van de rockachtige dingen. Zoals veel mensen die zeggen altijd dat Sonic een goede soundtrack heeft, maar het is niet echt mijn ding. Nee, totaal niet. Ik ben ook echt geen Sonic fan. Zelda vind ik ook altijd wel een mooie soundtrack hebben. Zelda, Metroid, Mario is ook altijd wel fijne muziek. Vooral de Mario voor de Wii U. Die heeft een hele coole jazzachtige soundtrack. Dat is ook wel heel vet. Oké, okay. Even kijken of ik niks ben vergeten hier. Voor mij was het gewoon deurstroom geven en dan hoppa. You're good to go. Wow. Tief ik er weer langs. Mag ik erop? Gaan wij erop chillen, yes. Doe het toch? Fuck. Dan doet deze deur niks. Ah, oké, okay. Ik moet heel dichtbij staan. Dat was de truc. Even kijken wat hier allemaal verstopt zit. Zal de safe station het nog doen? We gaan even checken. Dat was onze eerste safe station. Oh, volgens mij was het op die plek waar we net waren, was waar je tegen Parasite Queen ging vechten. Helemaal in het begin van het spel. Heel lang geleden. Wat wel een cool gevecht was. Onze eerste boss battle. Goed, we gaan even hier de stroom terugbrengen. Kijk. Is dat de enige? Nee, er is nog eentje. Oh, hij gaat wel automatisch open. Je hoeft niet eens te schieten. Zijn we hier? Kijk, een energy tank. Nou, die is niet moeilijk om te halen. We hebben aardig wat energy tanks. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9 energy tanks. Je kan de rij boven je life bar, die kan je helemaal vullen met energy tanks. Dus het zijn aardig wat. 15 of zo? 14? We zien het wel. Goed, ik moet toch wel beter zien op deze manier. Nee, dat is een nieuwe vijand. Of niet? Nee. Oh nee, die zijn we al in Ventura Trust zijn die al tegengekomen. Ik ga even terug naar beneden, want volgens mij ben ik iets vergeten. Ja, kijk. Ik heb wel goed op blijven letten. Je kan de platformjes minder goed zien in Thermal Visor. Het gaat met de normale vijf zeggen dat een stuk makkelijker. Dus even kijken. Gaan we hierop. Gaan we even die vine wegschieten. Even kijken, daar zit ook nog een energie ding. Oh nee, ik kan niet scannen. De vlokken bedoel ik. Dan jagen we jou ook even weg. Maar even kijken, zit hier nog wat? Nee. Ik denk dat we hierop moeten. Oh, nee. Nou, ik ben gewend om altijd L ingedrukt te houden als ik spring. Omdat je dan nauwkeuriger kunt manoeuvreren. Maar het is niet echt. Oh, zo. Oeh. Niet echt in mijn voordeel. Oeh, moest even niezen. En er komt nog een Nissan aan. Oh, zo. Zo, dan ben je blij dat je met een... hoe noem je dat? Met een externe microfoon werkt. En niet eentje die bij je mond zit. Want dan heb je echt ear rape, zeg maar. Goed, we kunnen hier verder. Is er niks boeiends meer? Nee. Ja, het is zeker rechtlijnig. Het is wel jammer dat we niet de map behouden.
Want die hebben we in principe wel gehaald in het begin van het spel. Er zitten aardig wat vijanden ziek op de radar. Ah, die dingen weer. Zullen die neergaan in één supermissel? Ja. Nice. Zit er nog eentje? Nee. Ik hoor een missel hier ergens. Ik denk dat dat onder water zit. Zullen zien. Hey! Daar zijn zijn grote vrienden weer. Maar dit zijn weer de onderwaterversies. Met 9 energy tanks moet dit wel lukken. Zo. Oké, dat is alvast eentje. En dat is nummer 2. Easy peasy. Rijdt door. Ik denk dat ze met een moorvalbom kapot kunnen maken. Nee? Hè? Nou, misschien supermissel. Oké, okay, missile expansion. Ik weet niet hoe die daar is gekomen, maar goed, het zal wel. Die zat er nog niet in het begin van het spel. Het begint een beetje verkouden te worden volgens mij. Dat is geen goed ding. Ah, deze durft ook geen power, dus we moeten weer gaan zoeken. We zoeken naar de power. Natuurlijk terug naar boven. Even kijken hoor, hoe komen we daar? Ja, even wat meer zien hoor. Mis ik iets? Oh ja, kijk, hier is zo'n platformpje. Oké, okay, cool. Er zit er vast nog eentje aan het begin van het level. Oh ja, kijk, daar zit er een. Wat ik me afvraag, kan je het ook activeren zonder de thermovisor? Ja, nou. Als je gewoon weet waar ze zitten, dan hoef je niet per se de thermovisor aan te zetten. Oké, okay. Op naar de outcome. Dingen ook al gehad. Oh. GG. Ja, vandaag nog. Ja, komt u maar. Yes, dank u. Er zullen vast space pirates zitten. Volgens mij hoor ik ze al. Ja hoor, een heleboel. Eens probeer te bevriezen. Oh, dat werkt super. Dat is een betere techniek dan dat ik net deed. Ja, in dat opzicht is de Ice Beam best wel overpowered op een bepaalde manier. Het zorgt er wel voor dat het echt makkelijk is om die Space Pirates neer te halen. Ik ga ervan uit dat hier ook weer van die power dingen zitten. Ja, precies zo. Er is pas 1. Scannen hier. Wat is dit? Ah, oké. Okay. Dat is dus de deur waar we doorheen moeten. Oké, okay. Daar zit er ook eens hier. Even opklimmen. En zit er nog. Zit daar ook nog één? En dat is de laatste. Dank u wel, spel. Even kijken. Ja, is die boven. Oké, nee. Ik dacht al dat we hier al geweest waren. Maar het is gewoon hetzelfde soort ruimte. Ja. Reuse die shit. Ik weet dat je dit ding ook alleen maar hier kan vinden. Dus het is belangrijk om deze te scannen. Als je die vergeet, dan ben je zuur, vriend.
zijn een soort van ja, waterversies van die planten die we Talon voor tegenkomen. Talon Overworld. Oké. Okay. Dus, verder ziet hier niks. Er zit niet zoveel verstopt hier qua pick-ups. Nu weet ik wel dat, er hier volgens mij wel een, pick-up zit. Ja, ik hoor hem al. Ze moeten helemaal naar boven hier. Goed timen. Energy tank zelfs. Oh. Dat is helemaal welkom. Want we gaan zo meteen naar de... Komen we uit op de Vessel Mines. En daar is het best wel hardcore. Veel Space Pirates. Veel verschillende soorten Space Pirates ook. Nou, dit was het gezonken schip alweer. Doe je back open, alsjeblieft. Dank u. Ik heb echt moeite. Ik ben net goed gewoon bevriezen. Oké. Okay. Zijn we hier? Bekend gebied. Want als we hier even verder kijken, dan zie je dat hier. Dat hek zit waar we vorige keer overheen probeerden te morphball jumpen. Maar wat niet lukte. Maar nu kun je gewoon een spinner gebruiken. En dan kun je het hek openmaken. Dat scheelt ons weer hoofdpijn. Dan zie ik dat wij hier naar beneden moeten. Deze deur moeten hebben. En dan gaan we richting... De Vessel Mines. Dit is Vessel. We kunnen het niet scannen. Wat apart is. Maar goed. What you gonna do about it? Lava. Yes. Vessel Mines East. Hoe zitten we met de tijd? Ah, we kunnen nog wel een stukje Vessel Mines. Nou, we gaan even eerst de Zeefoon pakken en dan gaan we de volgende keer verder in Vessel Mines. Ook hier gaan deuren langzaam open. Vessel Mines. Vanaf hier wordt het alleen maar hardcore. Ik begin al te schieten. Volgens mij zijn dit sterkere turrets. Ja. Mega turrets. Ze hebben de turrets hier een stuk sterker gemaakt. Zodat ze Samus aan kunnen. Nou, gelukkig heb ik tering veel missiles. Yay! Ik ben niks. Nou ja, goed. Dit heeft eigenlijk nu even geen zin. We moeten naar de eerste safe room. En die zit namelijk hier. Wow, zo. Klap omhoog. Hier is onze safe room. Yes. Nou, gaan we safe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Dan gaan we in de diepe krochten van de Vessel Mines. Bedankt voor het kijken. En...